Hartelijk welkom. Dit is het RTV Arsenaal van vrijdag 16 mei. Mijn naam is Jarno Grob. Vandaag beginnen we met een wietplantage. Gisteren is er een wietplantage van aanzienlijke grootte opgerold door de politie. Donderdagmiddag werd er in de Betsy-Perklaan een wietplantage van 500 planten opgerold door de politie. De plantage is ontdekt door een politiehelikopter die speciale apparatuur heeft om dit soort zaken op te sporen. Er is nog geen verdachte aangehouden en alle planten zijn vernietigd. De nodige apparatuur dat in het huis werd aangetroffen is door de politie in beslag genomen. Het Odense Huis, een ontmoetingsplek voor ouderen met geheugenproblemen, moet ook na januari blijven bestaan. Dat vinden de ouderen die het Odense Huis in wijkcentrum Alleman dagelijks bezoeken. Volgens hen is de instelling belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan, ouderen actief te houden en informatie uit te wisselen. Het Odense Huis is een laagdrempelige inloop voor mensen die last hebben van hun geheugen. Alle mensen die daar omheen cirkelen, zeg maar, die hun hulp ook willen bieden, hun zogenaamde mantelzorgers. En het Odense Huis is een plek dat mensen zich fijn voelen. Waarom bent u hier naartoe gekomen? Omdat ik mijn verlies van mijn vrouw, ben ik hierheen gekomen om de afleiding en... Die afleiding is voor mij persoonlijk dat ik wat te doen heb hier. Dat ik niet in zo'n groot gat val. En ben er tevens voor de mensen die hier zijn om ook mee te doen. En voor hun mantelzorgers omheen, die hebben vaak heel veel zorg. Omdat soms ook wel dingen echt best mis kunnen gaan. En die kunnen dan ook hun verhaal vertellen. Die kunnen ook weer ondersteund worden door elkaar, zeg maar. Ik ben in het Odense Huis terechtgekomen nadat mijn man aan Alzheimer overleden is. En hij kwam altijd in de ontmoetingsgroepen van Vita. Dat zijn allemaal mensen die wel een diagnose hebben. En dat is hier bij het Odense Huis dan niet het geval nog, meestal. En toen mijn man overleden was, heb ik mij aangeboden als ze me konden gebruiken als vrijwilligster. Dat Odense Huis, door wie wordt het gefinancierd? Dat wordt uiteindelijk door Vita ondersteund. En we hebben subsidie van de gemeente gekregen tot januari 2015. Maar hoe moet het na januari dan? Dat weten we dus nog niet. We hopen echt dat we genoeg hebben kunnen laten zien wat het voor mensen betekent. Dat ze inderdaad... Die plek hebben waar ze zich fijn voelen, waardoor ze gewoon ook langer thuis kunnen blijven functioneren. Veel vleermuizen verloren hun huis toen het Amstelveen College werd gesloopt. Om te zorgen dat deze dieren zouden overleven, werden er aan 7 huizen vleermuizenkasten opgehangen. Wij spraken de nieuwe wethouder Peter Bot over de kasten. Vleermuiskasten. Het is een hele aparte kast. Het zijn hele dunne frames met een ribbelsysteem erin. Het is donker, het is altijd tegen de warmte van een huis uit de wind. En zij zoeken dat soort ruimtes om zich te nestelen. Bij het afbreken van het voormalige Amstelveen College bleek dat er paarverblijven waren voor de vleermuizen. Nou, dan kun je twee dingen doen. Je kunt niets doen, maar zo zitten we in Amstelveen niet in elkaar. Rond augustus, september gaan de vleermuizen paren en dan hebben ze dus een alternatief verblijf nodig. Dus waren we heel erg blij dat er een zevental buurtbewoners bereid waren om zo'n vleermuizenkast op hun huis te laten plaatsen. En zo geef je in de directe omgeving van de oude school, geef je een plek waar ze dan opnieuw kunnen paren. Weer voor een nieuwe generatie zorgen, zodat dat op peil blijft. Het schijnt een hele grote kans van slagen te hebben, omdat die vleermuizen toch wel een bepaalde gebied als habitat hebben, waar ze verblijven en waar ze ook terugkomen. En als dan een ruimte verdwenen is, dan zoeken ze wel in de directe omgeving een ander geschikte ruimte. Creatieve kracht is een cruciale pijler in de ontwikkeling van de mens. Dat is het motto van de campagne Nederland ontdekt zichzelf, die vandaag wordt gelanceerd. Onder deze vlag organiseren aanbieders van amateurkunst, kunstbeoefening en kunsteducatie, waaronder muziek- en dansschool Amstelveen, activiteiten om mensen in aanraking te laten komen met hun creatieve kracht. Het platform is eigenlijk een samenwerkingsverband wat landelijk is opgezet. Want eigenlijk tot nog toe was het zo dat alle instellingen in Nederland op eigen houtje hun promotie deden. En we hebben gedacht dat het veel handiger is om dat gewoon te combineren en daar gewoon de krachten te bundelen. Omdat je dan met het geld wat je allemaal individueel besteedt eigenlijk nu veel meer kunt doen dan wat er vroeger gewoon door ieder afzonderlijk gedaan werd. Welke voordelen haalt de muziek- en dansschool Amstelveen hieruit met deze samenwerking?
Nou, er is zowel sprake van een website die je kan aanklikken en waar je dan op kan zien van waar bij jou in de buurt een goed centrum voor de kunst is of een goede muziekschool is of net waar je naar op zoek bent. Dus mensen hier uit de regio, als die naar die website gaan, dan kunnen ze gewoon kijken van hé, er is ook een muziek- en dansschool en dan kunnen ze doorlinken naar onze site en dan weten ze wat we precies doen. Dus dan hebben ze heel snel eigenlijk toegang tot alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen en te ontdekken wat er allemaal kan. Wat voor functie heeft de muziek- en dansschool voor de inwoners van Amstelveen? Ik hoop een heel belangrijke functie. We doen natuurlijk heel veel dingen gewoon in het basisonderwijs en samen met kinderopvang. Daar hebben we ook hele goede partners in. En zodat we echt ook een groot bereik hebben, zodat heel veel kinderen met muziek en dans en ook musical en toneel in aanraking kunnen komen. Daarnaast, als mensen gewoon willen verdiepen, als ze gewoon echt intensief met een instrument aan de slag willen of misschien wel dromen van op het podium te staan, dan kunnen ze gewoon hier inschrijven voor cursussen op allerlei gebied. Zowel voor kinderen als voor jongeren als voor volwassenen. Je kan met je babytje van een half jaar hier al terecht voor muziek op schoot lessen. Maar je kan ook als volwassenen, als je toevallig vroeger een instrument speelde in het projectorkest voor volwassenen. Dus we proberen echt voor de hele Amstelveense gemeenschap en eigenlijk ook een beetje voor de hele regio hier te zijn. Op het einde van het jaar, dan zijn er altijd heel veel mooie uitvoeringen. Bijvoorbeeld de blazersklassen die op de scholen zijn gaan optreden in de sporthal. We hebben zondag een concert van 4 pianodocenten die ieder jaar samen een mooi programma verzorgen. De balletklas gaat een uitvoering doen in de Schouwburg. De musicalklas gaat Pieter Pan doen in de Schouwburg. Dus kijk op onze website en kom gewoon naar een van onze vele uitvoeringen. De meeste zijn gratis. Die in de Schouwburg moet je een klein bedragje voor betalen. Maar kom een keer kijken en vraag wat we voor je kunnen betekenen. D66-Europarlementariër Sophie in het Veld was vandaag op de biologische markt op het Stadshart om campagne te voeren voor de Europese verkiezingen. Ze deelde flyers uit en wij spraken haar achteraf. Wordt u al een beetje erkend op straat? Door sommige mensen wel, nog niet door iedereen. Maar ik ben blij te merken dat veel mensen inmiddels wel weten dat er volgende week donderdag verkiezingen zijn. Hoe belangrijk is het dat echt de persoon op wie gestemd kan worden naar Amstelveen komt? Nou, natuurlijk, uiteindelijk mensen stemmen vooral in eerste instantie op een partij en op de ideeën en daarna pas op een persoon. Alleen zo'n persoon, je ziet het aan bijvoorbeeld Alexander Pechtold, daar word je toch aan herkend. En dus het is wel goed als die mensen gewoon zelf het land ingaan en horen wat er speelt in Nederland en hoe ze dat mee kunnen nemen naar Brussel. Ik vind het ook wel belangrijk dat je er gewoon bent. Ik moet zeggen dat ik het ook altijd wel gezellig vind om te flyeren, zoals wij dat noemen. We reizen met de grote bus met D66 beeld erop door het hele land. En ik vind dat eigenlijk wel leuk. Maar ja, ook tussen de verkiezingen door ben ik natuurlijk veel op alle plekken in Nederland. Het is een beetje het beeld van de rest in Nederland. Je merkt het ook als je aan het flyeren bent. Een flink deel heeft helaas weinig interesse in wat er speelt in Europa. Een ander deel gelukkig wel en die neemt ook de flyers goed aan. D66 staat op dit moment bovenaan in alle peilingen. Dus het idee dat iedereen zegt Europa is impopulair klopt niet helemaal. Want wij hebben een zeer uitgesproken pro-Europees programma. En kennelijk trekt dat toch wel een heleboel mensen aan. En ik denk dat een heleboel mensen eigenlijk aan de ene kant chagrijnig zijn en terecht over hoe Europa vandaag de dag functioneert. Dat delen wij. Hè. Wij vinden ook dat het echt radicaal anders moet. Aan de andere kant weten heel veel mensen ook wel dat onze welvaart, onze vrijheid komt uit Europa. Daarvoor hebben we sterk Europa nodig. En daarom moeten we Europa beter maken. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we kiezen voor een sterk Europa, voor een sterk Nederland. Het gaat twee kanten op. Voor een sterk Nederland hebben we een sterk Europa nodig. Als Europa zwak is, is Nederland ook zwak. Maar ook andersom. Wij moeten als Nederland een sterke positie hebben in Europa. We moeten actief meedoen. Niet alleen maar een beetje in de achterhoede lopen te mopperen en op de rem trappen. Nee, wij moeten volop in de kopgroep meedoen, meebepalen waar het heen gaat met Europa. Dus niet meer mopperen en met rug naar Europa, maar Europa omarmen en meedoen. Ja, natuurlijk, het is altijd maar een campagneactie met flyers uitdelen. Maar goed, wij vonden het geslaagd. We gaan nog de hele dag door, want er komen nog een heleboel mensen langs. En die gaan we ook allemaal een flyertje geven. Dit jaar bestaat de gemeente Amstelveen 50 jaar. Dit wordt op verschillende wijze gevierd. Van een zwemvierdaagse tot verschillende concerten. Wij waren benieuwd of de Amstelvener weet wat er dit jubileumjaar allemaal te doen is.
Nou, de gemeente bestaat 50 jaar onder de naam Amstelveen. Heeft u al feest gevierd? Ik heb nog geen feest gevierd. Nee, ja, iedere dag een beetje. Nog niet, maar dat gaat nog wel komen, toch? Nee, nog niet. Nee, ik ook nog niet eigenlijk. Nee. Nee, komt geloof ik nog, hè? Nee. Waarom niet? Geen flauw idee. Nee, ik heb nog niks gehoord eigenlijk wat er gaat gebeuren. Te weinig communicatie over de festiviteiten. Ik denk dat er te weinig communicatie is, ja, absoluut. Ja. Ik ga ervan uit dat de gemeente wel wat gaat organiseren, dus als er een feestje is, zijn we erbij. Slecht gecommuniceerd eigenlijk, hè? Nou ja, zover dat ik er niks van gehoord heb. Ik weet niet wat ze gecommuniceerd hebben, maar ik weet niet. 50 jaar Amstelveen, hoe zou u dat vieren? Nou, ik zou het niet op een speciale manier willen vieren. Nou, activiteit voor kinderen. En de bewoners er een beetje bij betrekken, wat niet altijd gebeurt. Nou, misschien wel een voorstelling nog in de Schouwburg of ik weet niet. Ik hoef het niet te bedenken, ik wacht wel af. Nou, als er een feest komt, wil ik best wel meedoen op zich. Maandag zijn de eindexamens weer begonnen. Ongeveer 200.000 leerlingen in Nederland zitten weer 2 weken lang in grote gymzalen waar het angstzweet al van ver te ruiken is. Het was een goede sfeer, een sfeer waarin leerlingen toch zenuwachtig zijn voor wat komen gaat voor een eindexamen. Dat is toch natuurlijk ontzettend belangrijk voor een toekomst. Maar ook wel een sfeer waarin de leerlingen heel gedreven zijn, dus toch nog veel lessen willen volgen, veel willen leren. Ja, en uiteraard ook heel erg toch wel gespannen zijn. Nou, leerlingen zijn heel hard bezig geweest met examentraining natuurlijk voor dit eindexamen. En we hebben de afgelopen 2 weken meivakantie gehad. Dus iedereen is vanochtend heel lekker uitgerust en goed voorbereid op het examen aangekomen. Heeft u nog tips tegen examenstress? Ja, tips tegen examenstress is heel leuk. Nou ja, belangrijk is om te zeggen gewoon rustig blijven, vertrouw in jezelf. En in principe heb je de meeste voorbereiding al gewoon gedaan in de afgelopen examenjaren. Gewoon je concentreren op wat je die dag hebt. Zorgen dat je goed voorbereid bent. Stress ontstaat ook vaak doordat je niet voorbereid bent. Dus je moet gewoon goed zorgen dat je voorbereid bent op wat je moet doen. En dan lekker iets mee te eten en te drinken nemen. Op de basisschool doen ze dat met de CITO-toets. Dat mag bij het eindexamen nog steeds. En dan willen wij ze altijd heel erg op hun gemak stellen. En dan moet het gewoon goed gaan. De Rekenkamercommissie Amstelveen wil een meer constante kwaliteit in het participatiebeleid. Volgens een onderzoek van de Rekenkamer moet onze gemeente het overleg met burgers, oftewel burgerparticipatie, niet per se beter, maar wel constanter uitvoeren. Waarom moeten wij participeren? Nou ja, de gemeente denkt dat als je burgerparticipatie toepast, dat er meer draagvlak ontstaat voor de besluiten die zij nemen, voor het beleid dat zij voeren en dat de kwaliteit van het beleid ook toeneemt. Dat zijn de 2 belangrijkste uitgangspunten en dat vind je ook terug in de titel van het eindrapport. Wat houdt het onderzoek precies in? Ja, in dat onderzoek kijken we naar hoe de gemeente vormgeeft aan burgerparticipatie. Dat wil zeggen, hoe betrekt de gemeente burgers bij de voorbereiding van het beleid en ook bij de uitvoering van het beleid? Zijn we met z'n allen niet een beetje participatie moe? Daar ben ik het helemaal mee eens. Wat de regering op dit moment wil, dat is meer participatie. Maar dat is een iets andere participatie dan de burgerparticipatie waar we het hierover hebben in dit onderzoek. Hierbij gaat het echt om het betrekken van burgers bij dingen die om hun heen gebeuren. Afgelopen weekend vonden een paar mensen het nodig om vernielingen aan te richten in het Broerse Park. Wij spraken onder andere met de beheerder van het park. 2 jaar terug zijn er 8 jonge bomen in het Broerse Park geplant. Nu ze eindelijk een beetje vorm begonnen te krijgen, zijn de bomen tot iedereen zijn spijt vernield. De bomen zijn allemaal doormidden gebroken en sommige paaltjes zijn ook meegetrokken uit de grond. Aan het einde van deze week zullen de bomen uit de grond worden verwijderd, maar pas in het najaar worden er nieuwe geplant. Ik vind het eigenlijk heel triest als ik dit weer zie wat ze momenteel hebben gedaan met onze jonge aangeplante bomen in het Broerse Park. Deze bomen die zijn sinds een jaar of 2 zijn ze opnieuw neergezet. Het hele Broerse Park is gerenoveerd. En ja, we worden eigenlijk helaas de laatste maanden geconfronteerd met veel vernielingen in het park. Niet alleen deze boom, maar ook de volière hebben ze weer in het nieuwe gaas geknipt. En dat maakt ons intens verdrietig. Dat veel mensen zijn aangedaan door de vernielingen en dat het niet door de beugel kan, was te verwachten. Maar wat vindt de Amstelveener een gepaste straf voor deze vandalisten? Nou, ik vind het triest dat de natuur zoveel geweld aangedaan wordt dan. En ik zie het ook niet als zinnig, want het levert verder niks op. Het is alleen maar schade. Het moet waarschijnlijk leuk zijn, denken we dan maar, hè? Nee, helemaal niet leuk. Nee. Wat vindt u nou? Jongens, je moet
niet opgesloten worden, maar die moeten een heel bos gaan planten. Nee, ik zou zeggen dat ze een schop onder de reet moeten krijgen van de ouders. Ik denk dat meestal zijn ouders verantwoordelijk. Wat vindt u nou een passende straf voor dit soort vandalisme? Een passende straf, een goede vraag. Ja, een passende straf. Laat ze lekker een paar dagen lang in de tuinen werken van het park. Toch even nadenken voor het antwoord, moet ik eerlijk zeggen. Nou, voor mij mogen ze opnieuw de bomen gaan planten. En ze mogen ook een taakstraf krijgen in het Broersenpark. Maar ik vind dat ze een soort werkstraf dan hebben om misschien dan juist wel weer dingen te beplanten of te realiseren dat in orde komt. De Woonbond maakt bezwaar tegen de maximale huurverhoging die veel corporaties per 1 juli doorvoeren, omdat hierdoor veel mensen in financiële problemen zullen komen. De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. Wat vinden jullie ervan dat de maximale huurverhoging wordt doorgevoerd door wooncorporaties? Dat had helemaal niet gehoeven. Wij hebben onze huurdersorganisaties geadviseerd om dat ook naar de corporatie toe te vertellen. Het hoeft helemaal niet de maximale huurverhoging. Je kan ook lager gaan zitten. Ja, geld willen ze altijd hebben, maar het is helemaal niet zo dat alle woningcorporaties nou per se het onderste uit de kan hoeven. We zien juist heel erg veel woningcorporaties die dat niet doen en die juist rekening houden met de betaalbaarheid. Vooral ook voor de laagste inkomens. Ja, want krijgen jullie veel klachten van huurders? Ja, het stroomt op dit moment echt vol. Onze huurderslijn draait op dit moment volle bak. Onze internetmeldpunt stroomt ook vol met klachten van mensen die zeggen wij kunnen dit niet meer betalen. Ja, dan natuurlijk vooral de huurders die het al wat lastig hebben om rond te komen. Die merken dit extra. Zeker als je 2 jaar achter elkaar enorme huurverhogingen krijgt. Dan tikt dat dubbel aan. Het nieuwe college zet stevig in op de verbetering van het WMO-loket. Gebleken is dat het loket verder van ideaal functioneert. De lokale SP houdt zelfs een zwart boek bij van de klachten. Verantwoordelijk wethouder Herbert Raad heeft dinsdag het nodige veldwerk verricht om de problemen beter te kunnen aanpakken. We hebben gehoord dat gisteren dat u op bezoek geweest bent bij het WMO-loket. Waarom was dat? Nou, we zijn natuurlijk net begonnen weer als college van BMW. Ik ben ook weer verantwoordelijk voor de zorg. En met name natuurlijk ook dat WMO-loket. Als mensen zorg nodig hebben in deze stad, dan komen ze daar. We willen graag zien hoe het gaat. En hoe ging het? Nou, gisteren ging het hartstikke goed. Er gebeurt natuurlijk ontzettend veel. Ik geloof, ze hebben per jaar komen daar 7000 mensen komen daar langs. 17.000 telefoontjes. Dus dat is natuurlijk best wel een hectische afdeling. Veel betrokken mensen ontmoet. Maar goed, ik heb af en toe wel, daar hebben we natuurlijk ook wel over gesproken, wat gevallen gezien waar het niet goed ging. En daar gaan we de aankomende tijd ook wel op letten. Voor podiumkunsten kan de Amstelveener vanzelfsprekend terecht bij een van de vele Amstelveense zalen of gewoon in Amsterdam. Daarom is het bijzonder knap dat het Aalsmeerse Kraantheater zich binnen dit overweldigende aanbod staande weet te houden. Zonder subsidie, maar met veel inzet van vrijwilligers. Welk nieuwe programmering komt er eigenlijk? De programmering, ja, we zijn er net mee klaar. We hebben vanochtend een marketingvergadering gehad en we hebben nu eigenlijk definitief gemaakt wat we het volgende seizoen gaan doen. Want dat is eigenlijk het nieuws, hè. We gaan weer een vierde seizoen in. Vorige week hebben we definitief een akkoord gekregen van onze financiers en we mogen nu weer verder. Nou, we beginnen in september met een show die komt uit Engeland. Heet Ethisch Mania, dus een dansshow. En we eindigen volgend seizoen met een prachtige musical, dat is Blood Brothers. En is het moeilijk om zich staande te houden nu? Ja, dat is best lastig. Aan de andere kant, wij zijn een nieuw theater. Dus wij kunnen eigenlijk alleen maar groeien. We kunnen niet terugvallen. Maar we zijn een vrijwilligerstheater. Dus we doen alles eigenlijk met mensen die dat uit passie doen, uit liefde voor het vak. En we hebben 2 goede theaters in onze omgeving, Hoofddorp en Amstelveen. En daar moeten we natuurlijk een klein beetje tegen op zien te boksen. Maar dat lukt. We krijgen voldoende reacties van mensen dat ze het heel prettig vinden. Dat midden in deze regio toch een theater als het Kraantheater is. Het prachtig geïllustreerde standaardwerk over kippen van Amstelveener Hans L. Schippers is na een week al toe aan de tweede druk. De aanleiding voor het boek was de vondst van een groot aantal glasnegatieven met foto's van historische afbeeldingen. Het boek gaat over de oorsprong van de oerkip in het Verre Oosten, de verspreiding en de ontwikkeling tot en met de plofkip. De glasnegatieven zijn gevonden in het voormalig onderzoeksinstituut Spelder Holt in Beekberg in een kluis.
En die dateren van 1930, 1940. En wat toenmalig bekend was in allerlei literatuur, dat is gefotografeerd geworden. Tot bijna 4000 jaar terug gaat dat. Deze afbeeldingen die stonden ook op de glasplaten. En de betekenis in de religie en met rituelen, met kippen, is gigantisch geweest. Toen heeft een van mijn vrienden, die daar voormalig onderzoeker was, die heeft gevraagd van kunnen we daar wat mee? Ja, daar kunnen we wel wat mee. Maar als je dat alleen historisch houdt, dan wordt het een saai boek. Ja. Dus we hebben daarvan gezegd, ja dat kan wel, maar dat moet je dan in een andere context plaatsen. En die context is begonnen met de geschiedenis en vervolgens naar de rassen, de internationale. Nationaal bekende rassen, 30 stuks en 20 typisch Nederlandse rassen. De oerkip zijn de wilde bos- of kamhoenders die uit Zuidoost-Azië komen, waarvan u hier de Bankiva, het Bankiva-hoen ziet. Ja. Deze heeft de meeste invloed gehad op de ontwikkeling van later pluimvee. Hier zijn alle kippen praktisch hebben een DNA-relatie tot deze kip. Het heeft even geduurd, maar de omgelegde N201 is met de opening van het aquaduct bij Uithoren dan eindelijk af. Gisterochtend opende minister Schulz van Hagen de onderdoorgang bij de Amstel en daarmee wordt het doorgaande verkeer definitief om Uithoren heen geleid. Ja, 5, 4, 3, 2, 1, door! Mensen in de omgeving vragen zich af waarom er bij het kruispunt voor de tunnel niet gekozen is voor een rotonde, maar dan toch stoplichten. Rotondes die kunnen sneller verkeer verwerken tot een bepaalde capaciteit aan auto's. En op een gegeven moment als je te veel auto's krijgt op een stuk weg, dan kun je het met een rotonde niet meer verwerkt krijgen. En dan moet je werken met verkeersregelinstallaties. En dat is in dit geval is dat aan de orde. Want er gaat natuurlijk wel heel veel verkeer hier over de N201. Ja, wat we eigenlijk altijd doen met projecten die ook een nadelig effect hebben voor sommige individuen, is dat je op het moment dat je weet hoe het tracé gaat lopen en hoe de uitvoering eruit gaat zien, onmiddellijk in gesprek gaat over planschade, over de wettelijke compensatie die je kunt hebben als je nadelig uit zo'n project komt. In de gemeente Amstelveen kennen we natuurlijk al decennia lang de Nesserslop en Slootrace. Het modderlopen is de laatste jaren een echte trend en staat tegenwoordig bekend als mudrun. 1 juli is dit ook mogelijk in het Amsterdamse Bos. Vanaf het Olympisch Stadion is een zwaar modderparcours met bizarre obstakels uitgezet. Nou, Dirt Kings is een obstacle run en vindt op 1 juni plaats in Amsterdam. We starten bij het Olympisch Stadion. Van daaruit loopt een route van 6 kilometer, van 12 kilometer richting het Amsterdamse Bos. Alsof het doodnormaal is, springen we in de sloot en worden we echt heel erg modderig. En het is echt een obstakelrun, dus de 12 kilometer kom ik 30 obstakels tegen. En dat zijn obstakels of van 4, 5 meter hoog. Of obstakels die afgelegd moeten worden op armkracht. Of tijgengangen of complete modderbulten waar je overheen moet kruipen. Waar je elkaar moet helpen omdat ze zo hoog opgeworpen zijn dat het gewoon niet lukt. En mensen komen dus behoorlijk smerig weer binnen. En, maar over het algemeen allemaal met een glimlach. We hebben in het Amsterdamse Bos, bij het Bosfestival, hebben we een drietal hindernissen dicht bij elkaar gezet. En mensen komen uit water, zijn goed nat. Vervolgens gaan ze tijgeren door de modder. En dan komen ze bij hindernis die staat onder stroom. En je moet het zien als een aantal stroomdraden die voor je hangt als een soort gordijn. Een gordijn van 8 meter lang. En daar ren je tussendoor. Het zal moeilijk worden om de kantoorruimte in het KPMG-gebouw te verhuren in een tijd dat er al veel kantoren leeg staan. Het slechte imago dat nu aan het gebouw kleeft, werkt ook niet mee. KPMG stelt in een persbericht dat het 7000 van het in totaal 58.000 vierkante meter wil doorverhuren. Nou, ze hebben destijds dit enorme kantoor hier in Amstelveen, nieuwbouw, hebben ze gehuurd, 56.000 meter. En ze ontdekken nu dat het eigenlijk te groot is voor ze. Denkt u dat ze kans maken om het te verhuren? Ik denk dat dat in de huidige markt best heel moeilijk is. Zo'n groot volume. Het is natuurlijk wel een nieuw kantoor. Maar het is ook een locatie die niet noodzakelijkerwijs heel aantrekkelijk is. Hoe werkt zoiets dan? Is zo'n gebouw, gaat het imago van KPMG aantasten? Ik denk dat men niet zomaar uit dit gebouw weg kan. Omdat men dus een huurcontract heeft van 12 jaar in 2009 gesloten. Ja. Dus ze zitten hier nog voorlopig aan vast. Ja. Dus ja, ik denk dat ze het liefst het een beetje onder de pet hadden willen regelen. Een nieuwe huurders in dit gebouw. Maar dat is allemaal naar buiten gekomen deze week.
GroenLinks Amstelveen zei gisteren in een persbericht dat KPMG weg wilde uit een oude gebouw vanwege ruimtegebrek. Als ze dan nu een kleinere locatie zoeken, waarom zouden ze dan bijvoorbeeld niet teruggaan naar het oude stek? GroenLinks wil dat het college van BMW zo snel mogelijk met de accountants om tafel gaat voor een oplossing en zal daarover volgende maand mondeling vragen stellen. Het hele weekend blijft het droog en zal het mooi zonnig weer worden. Zaterdag wordt het 21 graden en zondag kunnen we zomerse temperaturen van maar liefst 23 graden verwachten. Dit was het journaal van vrijdag 16 mei. Een hele fijne avond. Wij zijn er maandag om 7 uur weer. Tot ziens!